Nieuwe zondag, nieuw eten met Nick, met mij Nicky Toet. Hi. Zoals de meesten van jullie weten heb ik vroeger in een viszaak gewerkt. En wist je dat nog niet? Dan weet je dat nu. Haringen, lekkerbekken, kibbeling, makrelen, verse vis, noem het allemaal maar op. Ik heb het allemaal in mijn kluitje gehad. En vandaag gaan we ook een lekker gerechtje maken uit die viszaak. En naast dat we gewone kibbelingen maakten, gewoon zo uit die frituur, maakten we ook wat anders lekkers ervan. Namelijk ketchup kibbeling. En ketchup kibbeling is net alsof een portie kibbeling seks heeft gehad met een portie barbie ketchup. We maakten daar een fucking lekkere ketchup saus bij met ketchup, uitjes, knoflook, gember, citroen. En dat gooiden we dan zo over net gefrituurde kibbelingetjes heen. Mind is blown. En we maakten dit heerlijke gerechtje in onze viszaak, de Schevenings Visboertjes. En dit receptje komt in mijn boekie. Oh, hij is op zijn kop. In de boekie, bij het hoofdstuk Schevenings Visboertjes, viszaak, staat het heerlijke receptie waar de plaatselijke toko nog jaloers op kan zijn. We gaan zelfs lekker stukjes kabeljauw snijden, bierbeslagje, lekker kibbelingen frituren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst onze ketchupsaus maken die we zo over onze kibbeling heen gaan dieven. Je hebt hier 3 schoongemaakte uien, wat doe je? Die snij je gewoon zo door het midden. Ik ga ze snipperen, maar ben je nou een halve ringen man of vrouw, dan gebruik je gewoon halve ringetjes. En ben je een snipper, man of vrouw, dan ga je ze snipperen. Je laatste ui. Zo, 3 uien, lekker gesnipperd. Lassen je ogen ook. Je moet afzuigen. Allemaal trucjes, weet ik veel, heb ik niet gedaan. Fuck it. Heb je hier 3 teentjes knoflook schoongemaakt. En die ga je snipperen. Gewoon even een paar keer met je mes doorheen. Huppatee. Doe je even vuurtje aan en dan zet je even een goed pannetje erop waar al je uitjes in passen. 3 eetlepels olie erin. En dan wacht je tot dat het een beetje heet is. En dan gaan we onze uitjes een beetje aanzweten. Je olie is heet, pak je al je uitjes beet. En die doe je zo in de pan. Zo, en dan ga je al je uitjes gewoon lekker een beetje aanzweten. Gewoon even 2 minuutjes. En wat ik in het begin ook al zei, ik ben opgegroeid in een viszaak. Ik ben opgegroeid met vis en ook met haring schoonmaken. En als ik ergens echt een gloeiende teringhekel aan heb, dan is het wel haring schoonmaken. Ik kan het fucking goed, maar haring schoonmaken vind ik een van de allerergste dingen die iemand kan toewensen. Ik denk dat haring schoonmaken wel mijn Vietnam is. Ik denk als ik een andere visboer haring zie schoonmaken of ik zie een vuile haring vormen, krijg ik gewoon tics. Je 3 teentjes knoflook, die gooi je ook gewoon zo in de pan. Zo, wat gaat er nog meer in? Gember. Pak je een stukje van ongeveer 4 centimeter en die ga je met een lepel, ga je die gewoon schoonschrappen. Met een lepel? Ja, met een lepel. Rasp je ongeveer een stukje van 4 centimeter helemaal op. Heb je je gember er doorheen geraspt en zet je je vuur even wat hoger. Tijd om te gaan bakken. Volgende, sambal. Ik vind sambal badjak een van de lekkerste sambalen die er is. Dus die ga ik erin pleuren. Vind jij nou sambal oelek lekker? Flikker je dat lekker erin. Doe je zo 1 eetlepel, 2 eetlepel. En dan roer je je sambal een beetje er doorheen. Bak dit maar gewoon 2 minuutjes. Pak je citroentje en dan ga je een halve citroen een beetje zesten door je ding heen. En dat zorgt voor een beetje frisheid. En heel belangrijk voor je ketchup kibbeling, gebruik fucking goede ketchup. Deze verpakking, zie je hem? Die moet je halen. Deze op. Maar geloof me, gebruik lekkere ketchup. Kom niet aanzetten met fucking huismerk van de Jumbo, van de supermarkt, weet ik veel van welke, maak gereed uit. Gebruik fucking goede ketchup. 300 ml van lekkere ketchup. En het is gewoon een soort... Oh. En die doe je allemaal zo in een pannetje. Zet je het vuurtje even hoger. Hij mag een klein beetje bubbelen. En heb je hier nog een citroen. Snij hem door de helft. En dan pers je zo een halve citroen uit in je ketchupsaus. En dan roer je heel de tering zo lekker zo door elkaar. Nu al in een krukkie. Nu al fucking lekker. Je saus is bijna klaar. Laat dit tussen de 5 à 10 minuutjes gewoon even heel zachtjes bubbelen. Wordt hij wat dikker en dan is de saus straks perfect om over onze krokante kibbelingen heen te gooien. Voor jullie. Bam! En terwijl onze saus lekker aan het inkoken is, heb ik hier fucking lekker stukje. Hoe heet het ook alweer? Kabeljauw. Dit is een stuk van de haas. Dat is het dikke stuk van de kabeljauw. Hier zit dan wel het velletje op. Kijk. En als het goed is, kan je het ook zo beetpakken. En dan kan je het velletje gewoon zo rustig eraf trekken. Kijk. Huppatee. Zie je? Kan gewoon. We gaan dit stukje verdelen. Snij je gewoon 1 keer door het midden. En dan ga je gewoon hapklare stukken. Kijk, zoals dit. Kijk.
zulke stukjes. Dit worden je kibbelingetjes. Nog een stukje. Kijk, dit zijn kibbelingetjes. En die heb je allemaal gesneden. Ons sausje is ook helemaal klaar. Kijk, lekker bubbelen. Zet je vuurtje uit. Je zet even een frituurpan op. Zo, we zetten zo een vuurtje aan. En we vullen onze frituur met zonnebloemolie. Ik doe zonnebloemolie. Heel veel mensen vragen ook, Nick, wat doe jij met je olie als je klaar bent met frituren? Ik frituur er nog, denk 2 keer in. Daarna vind ik het goor. En dan filter ik het. Dat doe ik het gewoon door een bolzeef. Doe ik het terug in de fles waar het vandaan kwam. En bij sommige supermarkten kan je dus inleveren. Bij sommige Jumbo's, bij sommige weet ik veel wat. En kan dat nou niet, dan moet je gewoon even naar waar je ook grof vel brengt. Daar kan je meestal ook gewoon je frituurvet dumpen. Je moet het nooit door je gootsteen heen doen. Dat is niet goed. We gaan frituren op 175, 180 graden. Zorg er nou voor dat als je gaat frituren, dat je frituur 10 graden hoger doet. Want als we straks al onze koude shit vanuit ons beslagje in de frituur doen, dan koelt die heel erg af. En als je het precies op 180 daarna koelt 10 graden af, of misschien wel 15 graden, dan ben je je vis niet aan het frituren. En dan wordt het niet crispy, dan blijft het een beetje plakkerig. En dat wil je niet hebben. Dus zorg ervoor dat je frituur altijd 10 graden, 15 graden hoger is. Dat als je hem vult, koelt die af en heb je precies de goede temperatuur om je shit te doen. Het enige wat we nog hoeven te doen, is ons bierbeslagje maken. 250 gram bloem pleur je zo in een bakkie. 1 theelepel bakpoeder erin. 1 theelepel zout. Doe je 1 theelepel gemalen zwarte peper erin. En Korean pepper flakes. Snufje Korean pepper flakes doe je erin. Huppatee, lekker man. Knoflookpoeder. Pak je zo 1 theelepel knoflookpoeder. Huppatee, doe je erin. 1 goede theelepel mosterd doe je erin. Een œuf. Dat is 1 ei in het Frans. En die doe je zo. Oh, scheiße. Merde. Zo. Huppatee, gefixt. Alle ingrediënten zitten bijna in je bierbeslagje, maar wat mist er nou nog? Juist, een biertje. Vandaag gebruik ik Belgisch biertje, een bokbiertje, en dan ga je gewoon zo, ga je gewoon erin doen. En dan ga je je beslag lekker mengen met elkaar. Ga je alle smaken een beetje met elkaar laten chillen. En je bierbeslag, tyfus, is ook helemaal klaar. Kijk, je olie is ook mooi op temperatuur aan het komen. Huppatee. Oh, krijg de tyfus, dat is heet. Op het metertje staat 190, 195 graden. Wat gaan we nu doen? We gaan ons vis frituren. Je gaat eerst een heel klein beetje kibbeling frituren. En dat laat je uitlekken op een bakplaat met een rekkie. Zodat alle olie eruit gaat, zodat het een beetje crispy blijft. Je pakt een klein handje van je kabeljauw en die laat je vallen in je beslag. En dan ga je zorgen dat je kibbeling lekker in de beslag is. Wat moet je nu doen? Je gaat niet een stukje vis pakken en gelijk vanuit je beslag in de frituur doen. Nee, dat doe je niet. Je pakt een beet. En dan sla je zo het overige beslag, sla je gewoon een klein beetje eruit. Anders zit het te veel op, krijg je een hele dikke beslagdeeglaag. En dat wil je ook niet hebben, dat is ook goor. Dus je pakt het zo beet, zit er een heel klein beetje op. Pak je een beet en doe je hem zo in de frituur. En dat ga je met al je stukjes vis doen. En dan laat je je stukjes kibbeling gewoon een minuutje of 3, 4 gewoon lekker bakken totdat het goudbruin is. Haal je het eruit, leg je ze op je rekkie, doe je de volgende batch. Is die klaar, haal je het eruit, doe je de volgende batch. Net zo lang totdat al je vis op is. Many, many minutes later. Kibbeling, het is klaar. Kijk, mooi goudbruin. Pak je een rekkie, gooi ze op het rekkie, op het rekkie. Kijk dan. Tijd voor je volgende batch. Laat je het vallen in je vetie. 5 minutes later. Zo, pak je rekkie, pak je kibbelingetjes. Kijk. Zet je vuur van de frituur, zet je uit. Ga er spontaan van rijmen. Pak je je laatste kibbelingetjes en die doe je zo op een schaaltje. Oh, je kibbelingetjes. Ah, hey. Oh, crispy. Ah. Oh, dat is wel heet. Fucking lekker. De kibbelingen zijn klaar, de sausjes zijn klaar. En we gaan net zoals met All You Need Is Love 2 geliefdes bij elkaar brengen. Kijk, pak je zo een paar stukjes voor je kibbelingen. Huppatee. Heb je hier je ketchupsaus. Ga je niet alles in één keer eroverheen tieven. Nee, je pakt er van een lepel. Schept zo wat uitjes. En je gooit dit zo over je kibbelingetje. En een beetje sausie. En dan gooi je zo over je kibbelingetje. Oh my god, ga je helemaal zachtjes van praten. Hier wat gesneden lenteuitjes. En die doe je zo eroverheen. En heb je hier wat geroosterde sesamzaadjes. En die pak je ook beet. En die doe je ook gewoon zo eroverheen. Je ketchup kibbeling is klaar. Voor je bekkie. Eet smakelijk.
kibbeling met ketchupsaus. Dit is niet normaal. En dat zeg ik niet alleen omdat de receptuur in mijn boek staat, maar het is echt oprecht fucking lekker. Kijk dan. Hartige krokante kibbeling met een lekker zoet ketchupsausje, met een uitje, knoflook, gember. Wat hebben we nog meer erin zitten? Het is gewoon insane. Dit is gewoon echt, oh man. Krek op je bordje. Hou op met mij. Ketchup kibbeling. Van mij, voor jullie. Staat in mijn boekje. Waar is dat ding? Waar is dat klote ding? Staat in mijn boekje. Gewoon even checken. Heb je nou geen zin om te checken? Doe je het niet. Heb je wel zin om te checken? Linkjes staan allemaal in de beschrijving. Je kan hem nu pre-orderen. Klik gewoon op het linkje en dan heb je hem alvast besteld. Want ik weet niet hoeveel er zijn. Ik weet niet hoeveel drukken er zijn gemaakt. Dus ik weet het ook niet. Bestel hem gewoon en we zien het wel. Volgende week zijn we weer terug. Nieuwe Eten met Nick. Nieuw gerechtje. Zelfde Nick doet. Lekker man.